Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video van leukerecepten.nl. Ik ga deze keer iets heel erg leuks maken, namelijk tiramisu cupcakes met mascarpone. Zoals je ziet heb ik hier alles omheen verzameld wat ik nodig heb. Onder andere een bakvorm met papieren muffinvormpjes. Ik heb voor het beslag zelfrijs een bakmeel, suiker, boter, eieren. En voor de topping gebruik ik mascarpone en crème fraîche. Die zet ik daar eventjes terug in de koelkast, want die hebben we pas op het einde nodig. En cacao, ook voor de topping. En zoals je ziet heb ik een nieuw apparaat, dus de Senseo Switch. En daarmee ga ik daar een lekker kopje koffie zetten. Zoals je wellicht van Senseo gewend bent, hebben ze twee pethouders. Eentje voor één en eentje voor twee pets. Ik gebruik die van één pet. Ik laat ze in de houder. En ik gebruik een sterke koffiepet. Die plaats ik erin. En ik plaats een kopje eronder en dan druk ik op één kopje. En deze ga ik dadelijk mengen met de suiker en de likeur. En als je straks visite krijgt voor de cupcakes op te eten, dan kun je dus heel makkelijk een grote kan zetten. Dan plaats je dit eruit, evenals de pethouder. En dan plaats je zo de kan met de filter. Dus je kan een filter in en gemalen koffie. Die plaats je eronder. En dan zet je zo een hele kan koffie. Dan doe ik het kopje koffie in een kommetje. En dan voeg ik ongeveer 2 eetlepels suiker aan toe. En een scheutje masala likeur. Je kunt ook bijvoorbeeld amaretto gebruiken, ook lekker. Of de likeur helemaal weglaten, kan ook. Mengen we even door elkaar. En terwijl dit gaat afkoelen, doe ik alvast de oven voorverwarmen op 200 graden. Dan kunnen we verder met het beslag voor de cupcakes. Hiervoor doe ik de boter in een mengkom. Voeg ik de suiker aan toe. En een zakje vanillesuiker. Mixen we even goed door elkaar. Als de suiker is opgenomen door de boter, gaan één voor één de eieren erbij. En het laatste eitje. Ik heb het mengsel net nog eventjes 3 minuutjes goed doorgemixt. Nu voegen we nog de melk toe. Mixen we er ook even kort doorheen. En dan voegen we het meel toe. Oh ja, en een snufje zout. Dit mixen we even op lage stand even kort door. En dan is je beslag klaar. Dan vullen we de vormpjes met het beslag. En dan kunnen ze zo de oven in. Ik was iets te optimistisch, dus in plaats van 12 maak ik er 10. Terwijl de cupcakes in de oven staan, ga ik alvast verder met de topping. En deze ga ik maken van onder andere suiker, mascarpone. Dat is natuurlijk een onmisbaar ingrediënt bij tiramisu. En dan voeg ik nog crème fraîche aan toe. Dat ga ik even goed mengen. Cupcakes zijn klaar. En dit mengsel ga ik nog eventjes in de koelkast zetten, zodat het goed kan opstijven. Ze zijn mooi goudbruin gebakken. Ze hebben 18 minuutjes in de oven gestaan. Nu ga ik ook eventjes controleren of ze goed gaar zijn van binnen. Hij komt er schoon uit, dus dat betekent dat ze goed gaar zijn.
Nu ga ik ze zo besprenkelen met het koffiemengsel en daarna af laten koelen. En op het laatst gaan we nog natuurlijk de mascarpone topping erop doen. Nou doe ik dus een beetje van het koffiemengsel op de warme cupcakes, zodat die er lekker intrekt. Ongeveer 2 à 3 theelepeltjes per cupcake. Je wil natuurlijk niet dat ze helemaal vochtig worden. Dan pak ik de spuitzak erbij en dan vul ik deze met het mascarpone mengsel. En dan proberen we zo mooi mogelijke toefjes te maken op de cupcakes. En als laatste gaat er natuurlijk nog een laagje cacao overheen. Het handigste is hiervoor een klein zeefje. Die heb ik eigenlijk niet, dus ik gebruik deze. Die gaat ook wel prima. En zo maak je dus deze mooie tiramisu cupcakes. Mijn visite kan elk moment hier zijn, dus ik ga alvast een grote kan koffie zetten met het Senseo apparaat. En ik ga natuurlijk eventjes proeven. Maar voor ik dat ga doen, wil ik jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal en ik zie je volgende week weer. Heerlijk, je proeft de koffie goed en hij is lekker romig door het mascarpone mengsel. Echt heerlijk.